Justerjong wie het Sinterklaas van de Bern. Ik ben deze omgang met de vrouwen in de hoes blauwe. Jong rinnen de volwoekse malje volslijn onbekember door de Bjorn. Door de geesten te verjijen beschermen ze de vrouwen die in iepen huske zwachtje op bezitten van de malje. Om deze bijzondere traditie te bewaren binnen cameraploegen in principe net welkom. Ik zit in Holm en in Holm zou ik niet komen met de camera. Dus ik zou voor 5 uur wel weg zijn. Je moet het gewoon het juist onder elkaar. Ja, klopt, klopt. Dus wat geen boetesteerders erbij? Nee. Alleen de eilanders. En ja, dat is ook iets voor de eilanders. Dus niet iets voor vreemde mensen. Waarom wil Ameland er geen mensen van buiten bij hebben? Ja, om het zo origineel mogelijk als niet doen, zeg. Om het zo origineel mogelijk te houden. Hè. En bovendien is een rustige tijd voor jou. Vrouwje, mij en nij 4 voeren midjes net boeten doorkomen. Vrouwje die het haar opboeten wegje, wil de achternij zitten. Nee, dat klopt. Dan is het niet slim om als vrouw zijnde de straat op te gaan na 5 uur. En helemaal niet aan onze kant van het eiland. Dus ja, dat is iets. Ja, dat is al eeuwenlang en dat houden we zo mooi. In deze tijd van discussies over Zwarte Piet en internet dogen Amelanders er alles aan om het Sinterklaasfeest zo oorspronkelijk mogelijk te houden. Het zijn gebruiken die al heel oud zijn. Hè. En daar moet je zuinig op zijn? Daar moet je zuinig op zijn, ja. Ja. En dat kan hier. Hè. Ik ga me wel eens meer wolk op field op het Ameland. De meeste Amelanders woonen het net bij u praten. Want ze wil het Sinterklaasfeest van haarzelf horen.